Op sociale media verschijnen momenteel veel klachten over onkruid op openbare plekken. Vooral in Sleerwijk, Hank en Dussen zijn veel klachten van inwoners. Door het weer de afgelopen periode groeit het onkruid harder dan normaal. In een reactie laat de gemeente Altena weten dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt mogen worden. Men borstelt de weg en spuit het onkruid weg met warm water. Er wordt gemiddeld drie keer per jaar met een borstelwagen een ronde gedaan door de gemeente. Binnenkort start een nieuwe borstelronde. De gemeente is zich bewust van het feit dat het onkruid op dit moment hoger staat dan men gewend is.